Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we te maken met veel wolken boven ons hoofd. Vanaf de grond zag het eruit zoals op de foto. En vanuit de satellietfoto zagen we de wolken op deze manier over Nederland trekken. De meest dichte bewolking vonden we over het westen en noorden van het land. Af en toe zaten er wat gaten in het wolkendek met een flauw zonnetje vooral in het zuidoosten. Navenant de temperaturen, want in het zuidoosten werd het dus het warmst. We zien de komende 24 uur de bewolking tijdelijk wat oplossen. We moeten kijken naar het zuidwesten. De regio boven het kanaal, dat weer komt in eerste instantie onze kant op. Dat laat de computer heel mooi zien. Er ligt een zwak lage drukgebiedje boven de Golf van Biscayen. Dat lage drukgebiedje trekt heel voorzichtig richting het midden van Frankrijk. En daarmee doemt ook de eerste bewolking op. Morgen in de avond zien we dat er regen- en onweersbuien boven België ontstaan. En die komen onze kant op. In de avond al in het zuiden, misschien zelfs in de namiddag. En dan verder doortrekkend over de rest van het land. We krijgen die wolken en die regen dus op veel plaatsen in ons land. En de neerslag trekt dan geleidelijk aan vrijdag weer verder. Maar ook vrijdag is een broeierige dag met kans op regen en onweersbuien. Goed, eerst de avond. De komende avond is het droog. Af en toe zijn er wat opklaringen. Temperaturen liggen in het algemeen net iets boven de 20 graden. En vannacht dalen de temperaturen dan naar waarde tussen 15 en 17 graden. Morgenochtend schijnt de zon volop. En de zon houdt het ook heel lang vol in het noorden van het land. Maar van het zuiden uit, zuidwesten uit, komen wolken onze kant op zetten. En die wolken breiden zich geleidelijk aan steeds verder over het land uit. Nou, niet alleen wolken krijgen we mee te maken. Ook dus met kans op regen en onweersbuien vanaf de namiddag in Zeeland. En daarna zich uitbreidend over het zuiden en midden van ons land. Onweerskansen, hagel is mogelijk. En lokaal kan ook flink wat regen vallen. Dan vrijdag, ook dan nog kans op een regen- of onweersbui, met name in het noordoosten. Daar is het ook het warmst, 28 graden, in het zuidwesten zo'n 25. En de wind begint geleidelijk aan te draaien. Voor zaterdag staat een heel ander weertype op het programma en ook voor zondag. Hoewel, zondag is best vriendelijk hoor. Temperaturen 20 tot 22 graden en zondag is het droog met zonnige perioden. Ook zaterdag schijnt de zon van tijd tot tijd, maar kan er nog wel een enkele bui vallen. Aan de lange termijn laat zien dat het toch eigenlijk gewoon redelijk Hollands zomerweer blijft. Want vanaf zondag zien we de temperaturen weer iets oplopen tot richting 25 graden. En in elk geval zitten echt lage temperaturen er voorlopig niet in. En ik kan ook verklappen dat de kans op neerslag die dagen niet heel groot is. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.